Het moet harder! Kom, hou je pluisje bij je, jij boom! Maar de velgen hebben gewoon niks mee gedaan. Deze auto, jongen, het is echt verschrikkelijk. We zijn aan begonnen. Maar, hey, het staat niet mis, toch? Het is een nacht die je normaal alleen... Zo, dit ging ervan. Nog een keer. Het is een nacht die je normaal alleen in films ziet. Er zit een gat in deze trui aan beide kanten. Woe! Yo iedereen, leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe vlog. Ik... Wacht even hoor. Ik heb een kooltruitje aan, een keer wat netjes, maar ja, ik dacht netjes te zijn, maar zo netjes is het dus niet. Er zit aan beide kanten gewoon een gapend gat in die trui. Het is echt heel verschrikkelijk. Dus ik ga binnenkort even een nieuwe trui halen, maar voor nu denk ik, oké, als ik mijn armen naar beneden hou, dan kan het wel, want ik heb niet per se een belangrijke afspraak. Ik moet wel nog even de deur uit. Ik moet eventjes boodschappen doen voor mijn moetie. Maar mijn moetie is die ham vergessen met boodschappen doen, ja. En schijnbaar eten we straks iets met ham tijdens de avondeten. Dus ik moet zo meteen even ham halen. Ik ben de hele dag... Hele dag aan het editen geweest. Ik ben helemaal overprikkeld. Ik heb staar in mijn ogen. Ik heb zere ogen omdat ik de hele tijd naar zo'n scherm aan het kijken ben. Ik wil eruit. Ik wil wat doen. Daarom is het tijd om de brommer te gaan pakken. Want ik moet dus boodschapjes doen. En ik dacht, ik ga lekker op de brommer. Even lekker die frisse lucht. Even lekker naar buiten. Even lekker rijden. Want ik heb helemaal geen zin meer om binnen te zitten, jongens. Maar ja, soms moet het even gebeuren. En als het af is, dan voelt het zo verschrikkelijk goed. Of nou ja, af. Ik moet vanavond nog wel een paar dingen doen. Maar voor nu... Ben ik klaar. Tenminste, dat vind ik. Dus ik sla mijn jas om me heen. En doe mijn mouwen in de arm. Of nee, wat? De armen in de mouwen. En dan is het tijd om op pad te gaan met de brommer. Kijk jongens, dit is ook de reden dat ik naar buiten wilde. Want het is zo lekker weer. Het waait bijna niet. Het is lekker zonnig. Het is gewoon top. 1, 2. Hoppa. Nou, ik ben benieuwd of je het weer doet. Nou, dan gaan we vanzelf zien. De benzinekraan staat open. Shoki weer in. Even rennen. Zo, hij moest even wakker worden. Maar hij doet het. Kijken, ben je wakker? Ja, die is wel wakker. Alright, let's go. Hey jongens, wat vinden jullie van deze angle? Geen idee of dit er helemaal golisch uitziet of niet. Wee! We komen bij je. Lekker op de Roma. Ik denk dat dit toch even beter is. Deze weg is zo hobbelig, jongen. Dat is niet normaal. Ja, dit is dan tenminste op de brommer, jongens. Maar ik kan echt niet wachten tot ik mijn motorrijwijs heb. Weet. Lekker met de boys toeren. Ruben heeft natuurlijk ook zijn motor. Alex zijn motor. Jens heeft zijn motor. Dave. Mitchell van BS. Dat is toch alleen maar goud, joh. Lekker rijden met z'n allen. Lekker toeren. Ah, de brommertje is ook leuk hoor, maar het gaat niet zo hard. Het moet harder! Kom! Dit zijn echt rare koeien, man. Als je ernaar kijkt, dan heb je ineens ham. What the f***? Alleen een beetje jammer dat ham een varkensproduct is en niet een koeiproduct. Het was misschien een leuk ezelsbruggetje. Althans, in mijn hoofd was het leuk. Geen idee. Maar we hebben de ham, jongens. We kunnen weer door. We gaan weer op pad. En deze keer weer via de andere route terug. Lekker rijden. Zo, ah, wat is dit allemaal, joh? Allemaal pluisjes. Ik weet niet of je dat in beeld ziet. Vullen allemaal pluisje in die boom? Hou je pluisje bij je, jij boom! Oh, obstakel op de weg. Humblinkie pils. Humblinkie pils, ja ja. Kijk, ze hebben hier laatst een rotonde gemaakt. Dit is echt een stuk beter, hé. Vorige keer reed ik hier natuurlijk met dat krappe fietspad. Maar kijk nou. Het is echt veel beter. Dit kruispunt was altijd gevaarlijk, jongen. Ik vind het toch sick, hoor. Dat gewoon mensen zo... Ja, hoe zeg je dat? Ontwikkeld zijn. Dat ze dit gewoon kunnen maken. Ja, het is misschien een heel zweverig verhaal wat ik nu vertel. Maar letterlijk een paar weken terug was hier nog niks. Ze hebben gewoon grond erbij gepleurd om het op te hogen. Op de hoogte gekken we daarna zo. Maar dan binnen no time zat er zo'n rotonde. Ik vind het maar lijp hoor. Ik vind het maar lijp. Hop, 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 hop. Jongens, het is ongelooflijk. Ik zag, en dat hebben jullie ook gezien, dat ik van de week bij Jens was. De vlog van afgelopen vrijdag is dat volgens mij. Het is nu vandaag maandag. Tenminste, voor jullie is het woensdag. Maar jullie snappen wat ik bedoel. De vlog van vorige week dat ik bij Jens was. Was Jens aan het jongleren. En die kon ineens allemaal gekke tricks. En... Ah, ik wil het ook kunnen. Je met één hand jongleren, dat is nog wel te doen. Maar dat waren we ook aan het oefenen. Omdat we het eigenlijk met vier ballen willen. Maar dat is nog moeilijker. Oh, ja. Ik deed hem. Woe. Even een keer met een één handje tussendoor. Oké, wacht. Nu het trucje wat Jens deed. Oh. Ah, verdomme. Ah, ik weet het allemaal niet. Het is een kwestie van oefenen.
En op een gegeven moment moet het dan wel gaan lukken. Oh. Ik heb veel te veel energie. Zoals ik net vertelde, ben ik al de hele dag aan het editen. En dat is niet goed voor je energie. Of tenminste, niet goed voor je... Zie, ik ben helemaal opgeprikkeld. Het is niet goed voor je spanningsboog. Want ik ben iemand die dingen wil doen. En ik ben wel creatief bezig geweest. Of nee, productief bezig geweest. Ja, ook creatief, want ik maak video's en dat is een creatieve sector. Maar jullie snappen vast wat ik bedoel. Maar ik ben gewoon... Ik wil dingen doen. Maar waar ik hopelijk wel mijn energie in kwijt kan, is Corrie vandaag. De afgelopen 3 vlogs gaan eigenlijk alleen maar over Corrie. Maar jongens, ik zat vanmiddag de vlog te editen dat we de 12 uur challenge in Corrie hebben gedaan. Maar toen zag ik de velgen. Ik denk, wat zijn die verschrikkelijk saai ten opzichte van de rest van de auto. Ik bedoel, we hebben overal vlammen gemaakt, we hebben overal deuk, we hebben natuurlijk de uitlaat. Maar de velgen hebben gewoon niks mee gedaan. En het is natuurlijk langzaam richting het einde van Corrie. Dus ik dacht, daar moeten we even wat aan doen. En ik heb nog achterin, als het goed is, tenminste, als het niet ooit weg is gehaald nog, ligt er nog ergens verf. Even kijken, tussen al die rotzooi. Ja, kijk hier. Of tenminste, nee, dit is scheerschuim. Die moet ik niet hebben. Dit, wat kleur is dit? Dit is oranje. Die kunnen we gebruiken. Dit is geel, die kunnen we ook gebruiken. En, oh nee, wacht, die is rood, oranje en geel. Ja, oké, top. Ja, want dit moet dus wel even leuker. Ik zat er ook nog over na te denken toen we Corrie een tijdje hadden van hoe leuk zou het zijn als je van die autowimpers erop hebt, weet je wel? Van die hele verschrikkelijke autowimpers. Ik denk dat is ook wel lachen. Maar ja, weet je, binnen nu een maand is Corrie weg. En dan is het ook een beetje zonde om er nu nog allemaal lijpe dingen aan te doen. Of tenminste, we willen het natuurlijk wel zo leuk mogelijk maken als dat het is. Maar die auto heeft me al genoeg geld gekost. Dus om nu nog allemaal weer dingen te gaan kopen, dat vind ik een beetje enthousiast. Maar we kunnen wel even de velgen tunen. Ja, het mooiste zou natuurlijk zijn als hij een beetje in stijl is van de rest van de auto. Dus een beetje een soort vlammen creëren. Geen idee of het gaat lukken, maar we gaan het zien. De binnenkant gewoon rood. Yo, gek. Buitenkant iets losser rood. Oké, mijn hoofd zag dit er beter uit. Dan, daaromheen weer oranje. Nee, wacht. Ik moet de hele buitenkant rood doen. Want rood is natuurlijk de buitenkant van de vlam. Zie, zo, zo, zo. Ik heb geen idee. Ik doe maar wat, joh. Zo, dan een beetje aanvullen met oranje. Dit werkt eigenlijk best wel goed. Oh joh, dat had ik niet verwacht. Maar het kan nog extremer. Nou, ik heb nu ook een beetje de band meegepakt. Maakt niet uit. Oké, oranje weer. Hop, 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 hop. Oh, het wordt nu eerder een zonnetje. Maar dat maakt niet uit, het zonnetje staat ook in brand. Oké, een beetje op de losse pols. En dan geel er een beetje bij. Oh, wat ziet dit er verschrikkelijk uit, hé. Oh mijn god. Ja, eerlijk? Ik vind het best wel werken. Deze auto, jongen, het is echt verschrikkelijk. We zijn maar begonnen. Nou, op zich, het is wel mooi. Oké, ik ga nu de rest ook even doen. Right. Eerst weer rood. Maar als jullie nog ideeën hebben, jongens, laat het even weten in de comments. Want, ja, net wat ik net zei, we gaan niet hele, hele lijpe dingen meer doen qua looks. Wel met Corrie zelf. Maar, ja, ideeën zijn altijd welkom. Dus als je nog wat weet, wat misschien leuk is, laat het even weten. Corrie moet natuurlijk wel in stijl verlaten worden straks volgende maand. En nog een beetje geel. Oh, dit is weer rood. Hop. Geel erbij. Wauw. Alright. Nou, alle 4 de velgen zijn gedaan. Andere kant is ook. Kijk. Ik liep hier alleen een beetje te kloten met het gras. Dus het gras is een beetje gekleurd nu. Oepsie. Maar op zich, die spiegel kan ook nog wel even, toch? Wat? Yo, je kan een Lambo laten rappen, een Ferrari laten rappen, maar koop een Opel Corsa en laat je creatieve gedachten erop los met een verfbus. Kijk dan, dit is toch veel beter? Ja, ik heb niet heel niks gedaan. Ik had eigenlijk een kartonnetje moeten pakken, want dat zit nu en op het spinnenweb en op het raam. Maar ik heb geprobeerd om het een beetje hetzelfde te doen. Ja, dit was in mijn hoofd heel leuk, maar ik schoot een beetje uit. Dus nu is hij aan het huilen, maar hey. Het staat niet mis, toch? Maar dat is niet het enige wat ik heb gedaan. Ik heb de andere spiegel ook gedaan. Maar ook nog even de achterkant getuned. Dit was een dom idee. Ik dacht in mijn hoofd dat dit er super dik uit zou zien. Ik denk een vlammetje. Ik maak de ruitenwisser ook nog vet cool vlammend. Maar het is nu gewoon een mislukte verfvlek geworden. En ik dacht misschien voor wat reclame doe ik mijn YouTube naam
op de achterbumper, maar laten we daar maar niet over praten. Die is niet zo goed gelukt. Nou, ik kwam ruimte tekort. Ik denk, oh, dit red ik wel. En toen, ja. Zou het hier gewoon niet meer over hebben? Dit is gewoon niet gebeurd. Nee, eerlijk. Hij is nu wel een stukje dikker geworden als de eerste. Hij was natuurlijk al vet. Maar er had nog meer bij gekund. Dus op zich ben ik redelijk tevreden zo. Laat ons even weten in de comments als jullie zelf nog ideeën hebben wat we kunnen doen. Ja, ik zat nog te denken, misschien kunnen we wat op het dak doen. Maar op zich, dat dak... Kijk nou. Dat ribbelige dak is ook wel tof zo. En als we vaker op het dak... Wat sowieso gaat gebeuren als we vaker op het dak zitten of staan. Dan wil je natuurlijk ook niet dat de verf op zit. Want dat gaat dan op je kleren zitten, ondanks dat het droog is. Want dat blaadt het gewoon af. Kijk, dat kan je hier ook wel goed zien. De verf laat op een gegeven moment gewoon los. Dus, ja, ik weet het niet. Ik dacht misschien nog deze spoiler. Maar de verf was voor nu ook bijna op. En het wordt al langzaam donker. Dus ik denk, nou, voor nu is het wel goed zo. Ik moet me ook niet te ver laten gaan. Wat ik al een beetje heb gedaan met de achterkant. Maar, ja, ik ben tevreden. Ook heel nice dat ik er maar niet over heb nagedacht dat ik normale kleding aan had. Of tenminste, ja, deze trui heb ik jullie net verteld, die ga ik weggooien. Maar alsnog, het had zonde geweest als er nu al verf op had gezeten. Is gelukkig niet gebeurd, wel op mijn vingers. Mijn vingers zijn een beetje rooig en oranje. Maar wat was het weer een dag van de creatieve uiting, jongens. Ik zal er even bijdragen, want volgens mij flikken die televisie voor jullie. Maar ik heb even mijn creatieve uiting losgelaten op Corrie. Ik moet zeggen, het is een stuk verbeterd, toch? Eerlijk, laat het even weten in de comments wat jullie ervan vinden. En dus wat jullie nog verder voor ideeën hebben met Corrie, wat we misschien kunnen gaan veranderen. En dan is het nu tijd om deze vlog af te gaan sluiten, jongens. Ik ga naar bed. Ik heb morgen een lange en vroege dag. Tenminste, een lange dag. En ik moet er vroeg uit. Ja, dat is beter. Dus ik ga even lekker mijn slaap pakken. Ik heb genoeg gedaan vandaag. Erg productief achter de laptop geweest, zoals ik jullie vertelde. Want heel veel nieuwe mensen zijn erbij gekomen. Jongens, voor de mensen die het niet weten, naast YouTube werkt nog. Dat kost af en toe even wat tijd. Soms kost het wat van de content, maar dat probeer ik altijd zo goed mogelijk op te lossen. Ik hoop dat jullie dat kunnen begrijpen, dat het niet altijd gekkenhuis is. Maar ik doe mijn best, er komen heel veel leuke dingen aan, jullie weten het. Maar voor nu wil ik deze vlog lekker gaan afsluiten. Dus bedankt voor het kijken, vond je hem leuk? Vergeet niet te belonen met een duimpje omhoog en hier beneden te abonneren als je deel wil uitmaken van de road naar 10.000 abonnees. En als je niks wil missen van mijn dagelijkse vlogs, kan ik nog maar één ding zeggen. Dat is tot morgen om 5 uur bij een gloednieuwe vlog.